Gegroet, gabbers van het ganzenleven. En welkom bij de Untitled Goose Game. Een spelletje over een zeer eigenwijze gans. Deze game is geloof ik momenteel redelijk populair op YouTube. Normaal gesproken doe ik dat niet. Daar waag ik mij niet aan. Maar ik had echt geen idee wat ik anders moest spelen. En ik geloof dat deze game best wel leuk is. Ik ben nu al verkocht. Ik heb er mijn persoonlijke missie van gemaakt om zoveel mogelijk feitjes te vinden over de gans. Maar eerlijk gezegd, er is niet heel veel interessants. Ganzen zijn gewoon, ja, gare beesten. Wist je trouwens wel dat gans eigenlijk de naam is voor het vrouwtje? Het mannetje heet namelijk, ik ben benieuwd of je het weet. Ik denk als ik het zeg, denk je, oh ja. Een mannetje is namelijk een ganzerik. Hey. Dat ben ik. Ook wel een Gent genoemd. Ik geloof dat ganzen ook in Gent vroeger, de daadwerkelijke plek in België, een zeer belangrijke rol speelden. Verder zijn ganzen in Nederland gewoon nogal een probleem, want ze hebben bijna geen vijanden. De vijanden van de gans zijn onder andere de egel. De egel is een natuurlijke vijand van de gans. Waarom? Omdat ze eten de eieren op. Net zoals eksters en kraaien en dat soort dingen. Maar volwassen ganzen, misschien vossen, dat ze daar nog een klein beetje last van hebben. Maar voor de rest hebben ze, ja, vrij weinig natuurlijke vijanden. Wat ervoor zorgt dat ze gewoon kinderen kunnen krijgen. Kinderen kunnen krijgen. En misschien, als ze zin hebben, nog meer kinderen krijgen. Hier in de buurt heb je redelijk veel ganzen. En dan wil ik op de fiets. En dan staan ze echt naast het fietspad. En dan gaan ze heel boos. Vooral die moeder dan, met die kleintjes, gaat die moeder heel boos achter me aanrennen. Van, oh, wat ga je nou de fiets nemen dan? En ik denk van, ja, jij woont naast het fietspad. Dit zijn net van die mensen die naast een snelweg gaan wonen en dan zeiken om het geluid. Het idee is, je bent een gans in een verschrikkelijke wereld vol mensen. En ik geloof dat wij gewoon een beetje mensen het leven zuur moeten maken door lekker er vandoor te gaan met hun boterhammen. Ik vind het nu al helemaal prachtig. Ik heb geen idee of ik de game uit ga spelen. Er zitten best wel wat puzzelelementen in. Zou je dit kunnen pakken? Ik vind de hele artstijl van de game best wel schattig, weet je. Het is niet de beste game ooit. Het is niet voor de fantastische graphics hoef je hier niet te zijn. Want ik kan rennen. Laten we even kijken wat er in de tuin te doen is. Even kijken hoor. Je hebt gewoon een compleet lijstje met dingen die je moet doen. Get the groundkeeper wet. Dus gewoon de kraan open draaien als hij ernaast staat waarschijnlijk. Steal the groundkeeper's keys. Make the groundkeeper wear his sun hat. Hoe dan? Rake in the lake and have a picnic. Oké, we hebben dus nog soort van dingen om naartoe te bouwen. Soort van een puzzelgame. Soort van gewoon lekker aankutten. Ik vind het fantastisch. Hey, dit lijkt best wel op een rake. Nu hoef alleen maar de lake te vinden. Oh wacht, daar kwamen we best wel een soort van vandaan. De besturingen zijn soms wel echt verschrikkelijk. Maar hopelijk went dat. Oh man, hier met die rake. Oké. Fuck. We kunnen ook eerst wel even zijn sleutels pakken. Kaboom! Die ga ik ook meteen even in het water droppen. Ik weet niet of die sleutels later nog van belang zijn. Ik hoop het niet. Oh man. Als we die boer hebben afgeleid, kan ik vast ook beter zijn rake stelen. Oh, hij is nat! Hey! Dat ging echt compleet per ongeluk, maar ik ben redelijk tevreden met de resultaten. Oké, we gaan meteen even lekker door. Voor die rake, één heel belangrijk feitje over ganzen, wat je zeer zeker moet weten, is ze zijn niet gay. Super jammer. Of tenminste, we hebben het tot nu toe nog niet geobserveerd. Ik zat net op de Wikipedia pagina, list of homosexual animals, of in ieder geval animals with known homosexual behavior. Die lijst is lang. Niet normaal. Hey, vingerhoedskruid. Echt zoveel dieren. Krokodillen, kangoeroes, giraffen, leeuwen. Bij zoveel dieren is het in de natuur, zeg maar, gezien dat ze geslachtsgemeenschap hebben met hun eigen geslacht. En voor ganzen tot nu toe niet. Maar ik moet zeggen, het hele onderzoek naar homoseksualiteit in dieren is redelijk nieuw. Komt erop neer dat voor de jaren 90 werd er gewoon helemaal niet naar gekeken. Voornamelijk vanwege taboe op homoseksualiteit. Werd er eigenlijk helemaal niet naar gekeken. En als er iets gebeurde, dachten ze niet van, huh, gay. Ze dachten gewoon, huh, waarom zijn die twee mannetjes met elkaars penis bezig? Het zal wel. Dus pas eigenlijk sinds kort komen we erachter hoe veel homoseksualiteit eigenlijk voorkomt in de natuur. Bij zwanen is het overigens wel bekend. En ganzen lijken best wel op zwanen. Ganzen zijn, zeg maar, ja, weet je, de tussenweg tussen een eend en een zwaan. Dat zou je op een bepaald niveau kunnen zeggen, denk ik. En heb je op een bepaald niveau gelijk. Even kijken.
Bring to the picnic blanket. Sandwich, apple, pumpkin, carrot, jam, thermos, radio, basket. Oh man, dat is echt mokerveel. We hebben een aantal van die dingen wel al gezien. Dat kleed is daar. Oké, dat is soort van te doen. Nu moeten we alleen even al die dingen bij elkaar gaan rapen. Daar zijn we echt de halve video mee bezig, of niet dan? Ik heb die appel inderdaad geloof ik in het water gedumpt. Nou, appeltje. En drop maar. Dat is één. Oké, nu de rest nog. Doe die radio wel als laatste, want daar rent die boer vol overtuiging achteraan. Daar is een hartstikke lekker broodje. Hopla. Kan ik die thermos pakken? Yes. Thermos. Hey, gaat best wel goed. Ja, dit gaat niet lukken als hij je ziet, denk ik. Dan wil hij gewoon zijn shit terug. Hé, man, hoe durf je je eigen spullen te willen hebben? Waar hou je het gore lef vandaan? Ja, als ik nu wegren, heb ik een beetje een probleem dat... Oh, fuck. Een beetje een probleem dat... Ja, dan pakt hij hem gewoon weer op als we hem bij het kleedje neerleggen. Ik denk dat we iets van stealth-technieken zullen moeten toepassen. Namelijk kwaken is wel leuk, maar dan krijg je wel de aandacht op je toe. Weet je wat? Het is pompoentijd. Oké. Ik ben wel oprecht benieuwd, zou ik van een gans kunnen winnen in een 1-op-1 gevecht? Die beesten zijn best wel gevaarlijk. Ik geloof dat die vleugels best wel scherp zijn, dat ze daar best wel wat kracht in hebben. Ze kunnen er fucking mee vliegen, ik bedoel maar. Maar ik denk ook, ze hebben ook een lange nek. Kan je niet gewoon die nek pakken en dan breken? Als ik echt, zeg maar, leven of dood vecht met een gans, zou ik dan winnen? Al heeft hij 10 messen aan zijn vleugels. Als ik gewoon zijn nek breek, gewoon erop duiken en gewoon knak... Ik weet het niet. Ik heb nooit gevochten met een gans. En ik ben niet van plan het te doen in de zeer nabije toekomst. Maar ik ben wel benieuwd. Oh, let maar niet op mij. Ik steel gewoon eventjes heel casual je jam. Oh, dit is niet heel erg handig. Ik heb een soort van strategie bedacht. Wat als ik heel gauw zijn sleutels steel, terwijl ik zijn jam steel? Dan is hij te druk bezig met sleutels. Ik kan ook gewoon even een wortel stelen. Hey, waar gaat die wortel opeens heen? Moet je die niet eerst pakken? Ik ga gewoon zoveel van zijn shit stelen. En een schoen. Oh, die is ook helemaal op een andere plek. Super verwarrend dat hij helemaal vergeet dat ik zijn jam gestolen heb. Hij is immers maar een heel dom mens. En ja, ganzen versus mensen. Behalve dat je een nek kan breken. Weet je ongeveer hoe dat af gaat lopen. Voor de rest zou ik je niet heel heftig aanraden om te proberen een gans zijn nek te breken. Het lukt je waarschijnlijk, maar ganzen worden momenteel al genoeg genaaid door de mens. Even kijken, wat hebben we nog nodig? Radio en basket. Ja, radio als laatste lijkt me wel een heel goed idee. Die maakt namelijk geluid. Dus zodra ik die radio pak, gaat die gast keihard achter me aanrennen. Dit zal waarschijnlijk de picknickmand zijn. Nee, ik was een beetje aan het lezen. Zoals ik dus zei, ganzen hebben niet echt veel natuurlijke vijanden. Dus ja, ze krijgen gewoon heel veel kinderen. En meer, meer en meer. Dus in sommige punten van Nederland schieten we ze daadwerkelijk dood. Of nog interessanter, we gooien ze gewoon met z'n allen bij elkaar en we vergassen ze letterlijk. Pittig fucked up. Oké, ik heb hem. Ik heb hem. De radio. Het enige wat nog naar dat picknickkleed toe moet. Oh, zodra ik hem erop leg, heb ik het gehaald, neem ik aan, toch? Dan mag hij hem terugnemen wat hij wil. Buurtvrij, buurtvrij! Nou, je bent uitgenodigd op mijn picknick, gast. Doen we helemaal niet moeilijk over. We hebben een nieuwe to-do-list item. Make the groundkeeper hammer his thumb. Oké, we volgen hem wel gewoon eventjes. Ga je nog wat leuks doen met een hamer, toevallig, dan... Oh, hij gaat eerst de radio terugpakken. Ja, al je spullen liggen hier. Als je dat allemaal gaat pakken, dan zijn we nog wel even bezig. Maar hey, wees lekker jezelf. Doe lekker je ding. In ieder geval over dat vergassen van ganzen, hoe fucked up dat ook is. Ja, je moet toch iets. Ik wil niet zeggen dat er goed iets is, maar het zijn er gewoon net iets te veel. En ze zorgen voor best wel veel problemen, vooral in de buurt van Schiphol. Want ze willen nog wel eens zo nu en dan een vliegtuigmotor invliegen. En dat is niet zo best voor vliegtuigen. Daarvoor hebben we trouwens wel het kippenkanon. Je mag 3 keer raden wat een kippenkanon doet. Het is een kanon dat dode kippen kan schieten. Oké, wacht. Oké. Groundkeeper. Is gone. Nee, een kippenkanon is een kanon dat kip schiet. Het is letterlijk een soort hoge druk knaller waar je dood kippenvlees in kan doen. En die kippen schiet je dan met het kanon tegen een vliegtuig aan. Om te testen van, hey, hoe goed kan een vliegtuig
tegen zeg maar, vogels die er tegenaan vliegen. In de motoren, tegen de cockpit. Er is daadwerkelijk gewoon iemand die ooit bedacht van... Ja, willen we eigenlijk testen hoe een vliegtuig reageert als in één keer een vogel de motor ingaat? Weet je wat? Ik maak een kanon dat dode kippen kan schieten. Iemand heeft dit bedacht en het was best een goed idee. Ik gok dat we een nieuwe lijst hebben. Break the broom, trap the boy in the phone booth, make the boy wear the wrong glasses, make someone buy back their own stuff, get on TV, go shopping. Oké, heb echt weer een heleboel bullshit te doen. Oh man, dit is the boy, neem ik aan. Nou is de vraag, waar is dan de bijbehorende telefooncel? Als we hem daar gewoon even heen kunnen lokken. Hij lijkt redelijk bang voor ons te zijn in ieder geval. Zou ik ook wel zijn. Oh, hey! Deze vrouw is iets agressiever. Wacht, dat is die broom. Hoe breken we hem? Werkt dit? Hopla! Dat was niet de bedoeling. Ik was eigenlijk bezig met een compleet andere taak, maar... Ik wens je nu extra veel succes met mij, bevechten. Ah, hier is de telefooncel. Oké, weet je wat? We gaan even kijken of we die gozer die kant op kunnen lokken. Gewoon met wat handen gericht gekwaak. Ga eens die kant op, ga eens die kant op. Ja. Ik denk dat dit op de lange termijn... Nee, niet daar naar binnen gaan. Hier, wacht. Ik blijf even netjes voor je staan. Kom maar. Haha! Kom op. Ik weet dat je dit wil. Hopla! Waar is mijn prijs? Nee, ik dacht even, heb ik nou de verkeerde persoon deze telefooncel ingepropt? Ik weet niet wat hij aan het doen is. Belt hij de politie of zo? Helemaal top. Hallo. Please val me niet lastig. Even kijken, we kunnen deze winkel in. Hier is de televisiezaak. Ik zie alleen niet heel veel. Wat ga je met me doen dan? Ik word er alleen iets wat uitgejaagd. Oké. We hebben dus nog make the boy wear the wrong glasses, make someone buy back their own stuff, get on TV and go shopping. Ik gok dat get on TV dat hier te fixen is. Als jij even daar weg blijft, ga ik even die winkel in. Is hier nog iets interessants te doen? Oh, kijk! Hallo allemaal, welkom bij de nieuwe vlog. Vandaag... worden we weggestuurd uit de praxis? Dat is een stuk tv-referentie. Als je geen echte fan bent, zal je het niet begrijpen, vrees ik. We moeten deze knaap zijn bril stelen. En dan verwisselen, denk ik, met een andere bril. Dus ik gok dat er nog iemand is met een bril. En dat we een soort grote switcheroo moeten maken. Deze vrouw jaagt mij standaard weg. Oké, dat is best wel problematisch. Ik weet niet of de jongen zonder zijn bril... zijn bril nog kan vinden. Dus als hij zijn eigen bril kwijt is, is dat een heel goed begin. Oh, kijk, daar zijn brilletjes. Oké. Dat is een soort van geloofwaardige alternatieve bril. Waar is dat, joch? Oh, arme knul hier. Gelukkig, je kan weer zien. Waarschijnlijk compleet verschillende sterkte. Ik zou zeggen dat je dat door hebt, maar hey, je bent erin getrapt. Ik vind het helemaal dikke prima. Voor de rest moeten we make someone buy back their own stuff. Hoe dan? En go shopping. Put in the basket. De basket heb ik alvast gevonden. Toothbrush, loo paper, dat is wc-papier gok ik. Hairbrush, tint food, cleaner, fruit en vegetables. Oké, dat is wel echt een... gigantische waslijst om te stelen. Maar, ja, we hebben de tijd. In principe, Fuck. We hebben de tijd en tegelijkertijd kleine hoeveelheden haast. Ik heb voor de rest letterlijk geen feitjes meer over ganzen. Behalve dat er best wel leuke huisdieren zijn. Je kan zelfs, dit is echt bizar, de eieren van de ganzen eten. Zelf nooit gedaan. Ik heb nog nooit een ganzenei gegeten. Maar ik weet dat het... Oh, dit is wel heel irritant, of niet? Ik kan dit nu in een mandje stoppen, maar dat zal een zeer kort termijn succes zijn, denk ik. Wat nou als we het mandje in het algemeen in ieder geval even een beetje wegnemen? Een beetje hetzelfde idee als dat picknickkleed. Dan moeten we voornamelijk even ervoor zorgen dat we dingen stelen zonder dat we gezien worden. En dan moeten we op de lange termijn echt wel ergens kunnen komen. Misschien kunnen we dit ook nog stelen? Ja...
Oh, nou rent hij opeens wel achter me aan, hè? Oh, fuck. Oh, fuck. Oké, okay. Het fijne is, als hij achter je aanrent, kun je hem gewoon weer wegjagen. Heerlijk. Oké, ga jij maar lekker die telefooncel weer in. Oh. Gaat ze nou... Ja. Ze legt zijn speelgoed in de winkel. Dus, ik neem aan dat deze gast nu zijn speelgoed terug wil. Want die vrouw zegt van, hey, betalen pannenkoek. Oh, ik zou even niet te dichtbij zijn. Sorry, ik wil jullie fantastische communicatie niet verstoren. Koop even een vliegtuigje. Letterlijk het hele level ben ik zo'n beetje alleen maar de jongen aan het fucken. Heb ik spijt? Heel klein beetje. In ieder geval, je kan ganzen dus als huisdieren houden. En volgens sommige wetenschappers zijn ganzen zelfs een van de eerste dieren die wij mensen tot huisdier hebben omgezet. Echt in de tijden van het oude Egypte, 300 voor Christus. Waarom? Niemand weet het. Maar ganzen schijnen, als je eenmaal goed bevriend met ze bent, best wel leuke huisdieren te zijn. We hebben een nieuwe taak. Trap the shopkeeper in the garage. Ik geloof als we die halen kunnen we verder. Je hoeft niet iedere keer het hele lijstje te doen. Dat scheelt, want die go shopping is sowieso de moeilijkste. We moeten super veel spullen vinden. We kunnen ook gewoon de shopkeeper in the garage trappen. Vraag 1. Waar is de garage? Misschien moeten we daar even mee beginnen. Oh, dit ziet eruit als de garage. Oké. En dan... Oké. Het enige onhandig is dat nu de garage, ja, dicht is. Maar doe je hem weer open? Oké, dus ik hoef eigenlijk alleen maar de chick erin te lokken. Oké, daar gaat ze niet voor. We moeten iets van haar stelen. Dan komt ze wel achter ons aan. We moeten iets van haar stelen. Gewoon iets van die hele winkel. We gaan voor wc-papier. Dat is natuurlijk de meest logische keuze om te stelen. Dan leggen we dat gestolen spul... Nee! Leggen we dat gestolen spul in de garage. Tenminste... Als het een beetje meewerkt. En dan flikkeren we gauw die garagedeur dicht. Hé, ik heb je spullen. Oké, leg maar daar neer. De val is gezet. Hopla. Doei. Lekker droog. Jammer nerd. Trap the shopkeeper in the garage. En dan gaat daar waarschijnlijk de poort open. Ik vind het wel grappig hoe dat hele level design zo... in elkaar geflikkerd zit. Gooi alsjeblieft die poort even open. Dan kunnen we door. Ik heb dus geen feitjes meer over ganzen. Maar ik heb wel meerdere feitjes over ganzenbord. Wist je namelijk dat de uitdrukking ik zit in de put. Dat komt van ganzenbord. Waar je ook in de put kan zitten. En dan mag je iets van een beurt niet gooien. Of net zo lang niet verder lopen tot je 6 hebt gegooid. Weet ik veel. Ik heb al... eeuwen geen ganzenbord meer gespeeld. Het is, ja, heel eerlijk gezegd, best wel een saai spel. Het enige wat je doet is gewoon met een dobbelsteen gooien en hopen dat je iets goeds gooit. Er zit nul skill in ganzenbord. Nul hersencapaciteit. Het is echt het is denk ik letterlijk het makkelijkste bordspel in de wereld. Als je mensen erger je niet doet, heb je nog 4 pionnetjes. Dan moet je nog denken van, misschien ga ik een beetje met die pion lopen. Dat is ook gewoon bijna helemaal geluk. Maar er zit nog iets van een aspect in van, hey, misschien moet je je best doen. Kan dat in die put? Natuurlijk kan dat in die put. Heb ik een nieuwe lijst? Nee, ik heb nog geen nieuwe lijst. Oftewel, we zijn nog niet in het volgende gebied. Is dit het volgende gebied? Ik zat dus heel even gauw op YouTube te kijken. Er is een speedrun waar je in het begin van de game in het water zit. En dan kun je gewoon in dat water zo hier gewoon door. En gewoon naar het einde van de game toe manoeuvreren. De speedrun van deze game is 4 minuten, geloof ik. Door gewoon het hele spel over te slaan. Dat zijn de beste speedruns eigenlijk. Voor mij is momenteel vooral de vraag, waar moet ik dan wel heen? Ik zag een BH aan die waslijn hangen. Dat doet me denken aan die hele foute grap. Van, oh, wat is de overeenkomst tussen bier... en een BH. Toch? Dat was het toch? Oh ja, wat is de overeenkomst tussen alcoholvrij bier en een BH aan de waslijn? Het beste is eruit. Snap je? Omdat alcohol is goed en tieten zijn goed. You get it? Bier en tieten. La 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 la. Oké, we zijn op een schaakbord. Een man is hier zeer lekker aan het genieten van zijn leven, maar niet voor lang. We hebben een nieuw lijstje. Eens even kijken. Make someone break the fancy face. Help the woman dress up the bust.
make the man spit out his tea, get dressed up with a ribbon, make the man go barefoot and do the washing with bra, a pair of socks, a slipper and a bar of soap. Je hebt iedere keer één missie die echt veel te veel moeite is. Oftewel de missie die ik met alle liefde oversla. Ik zit eigenlijk even te wachten tot die man een stokje van zijn thee neemt. Zijn slippers zien er ook wel redelijk aantrekkelijk uit. Aangezien ik zijn schoenen uit moet krijgen. Oké, neem een slokje thee. Ja. Ja. Hij spuugt het alleen niet uit. Ik bedoel, er is thee gemorst. Dat sowieso, maar... Dit is niet helemaal het resultaat waar ik voor ging eigenlijk. Ga maar weer lekker zitten. Alsjeblieft, ga verder met je thee drinken. Schenk even nieuwe in. Nou, ja zeg. Ik bedoel, dit is het wel, toch? Of... Laten we even rondkijken wat er nog meer aan de hand is in ieder geval. Er is nog een heel ander persoon, namelijk hier is de fontein in ieder geval, waar we al die gestolen spullen in moeten droppen. Hier is... een geheime route naar de andere tuin. Oké, dan. Er is een heleboel aan de hand in ieder geval. Level begint redelijk groot te worden. We hebben in ieder geval twee buren. Ik heb in ieder geval een stuk zeep gevonden. Nu is de vraag of ik eventjes gauw iets van een afleiding kan veroorzaken. Dat maakt het stelen van die thee wel een stukje makkelijker. Oh, kijk. Waarschijnlijk kunnen we hiermee hem die thee wel laten uitspugen door gewoon eventjes die gong af te laten gaan. Ik gok dat het ook wel werkt als een redelijk goede afleiding. Ploep, 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 ploep. Schoon, 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 schoon. Ah, ze is aan het schilderen. Ze vindt het nog niet heel leuk dat ik haar thee gestolen heb. Waar zeep. Lieve, lieve buurman. Alsjeblieft. Voor mij. Neem even zo'n lekker slokkie thee. Doe niet zo paranoïde. Leg dat krantje neer. Ja, ik weet dat je zin hebt in een slokkie. Daar gaat hij. Zet hem op je lippies. Kom op, kom op. Got hem. Oké, nou de rest van al deze missies nog. We moeten nog een hoop doen, even kijken. Make someone break the fancy face. Die hebben we in ieder geval vast gezien. Help the woman dress up the bust. Make the man go barefoot. Ik denk dat dat de makkelijkste is. Gewoon even die sloffen stelen. Gewoon wachten tot hij zijn krantje aan het lezen is, denk ik. Oh, we zijn nu wel aan het ruzien. Dat is fijn. Dus het geeft een hele duidelijke oneenigheid. De vraag is denk ik vooral, hoe kom ik gauw weer terug? Want zo ging ik via de heenweg, toch? Toch? Kan ik opeens niet meer via die route naar zijn tuin toe? Is er een andere route opeens beschikbaar? We moeten even nog meer op avontuur gaan, denk ik. Wat raar dat ik niet terug kan. Dit was toch gewoon een open verbinding? Ik heb een beetje het gevoel alsof het level, zeg maar, geglitcht is of zo. Ik heb haar dat niet zien repareren. We kunnen het level even gauw resetten. Ik geloof dat alle dingen die ik gehaald heb, die blijven gewoon staan. Alleen het level reset gewoon eventjes. Misschien is dit ook deels gemaakt om gewoon bepaalde foutjes eruit te vissen. Ondertussen, over foutjes gesproken, heb ik nog wel wat leuke feitjes over het prachtige gezelschapsspel Ganzenbord. Het is echt oud. Stokoud. Echt jaren 1600 of zo Ganzenbord. Vind ik best wel cool. Een beetje een spel als met wat geschiedenis. Voorheen werd vooral heel veel spelletjes met de dobbelsteen werden gezien als ja, de duivel, gokken, slecht, maar... Ganzenbord was redelijk onschuldig, dus het werd veel gespeeld door rijke luiskindjes. Dat is ongeveer de geschiedenis van Ganzenbord. Het spel voor alle rijke luiskindjes. Dat moet ook kunnen. Je moet ook gewoon wat doen de hele dag. Ja, ik heb denk ik wel een soort van een plan. Oh, ze fixt het wel weer. Maar hoe krijg ik dat los dan? Dat moet gewoon weer los te maken zijn, toch? Ik zit heel erg te kijken van... kijk eens aan. Op die manier kan je die tuin weer in. Oké. Dus je moet iedere keer soort van onhandige rondjes lopen. Oké. We kunnen in ieder geval even gauw wat dingen doen. We kunnen even gauw bong deze weer af laten gaan. Rennen we even... Nog een keer. Oké, dan stelen we eventjes heel gauw die prachtig mooie vaas. En dan nemen we gewoon deze route terug. Ik hoop dat ze dat tafeltje niet gefixt heeft. We kunnen even uitzoomen. Kunnen we goed zien waar iedereen mee bezig is. Chicky, ga alsjeblieft weer even lekker terug naar je kunstproject. Ga alsjeblieft even lekker... Oh nee, dat tafeltje. Kut. Dat valt wel weer te fixen. Gelukkig is dat... Nee!
Gelukkig is de tuin best groot, wilde ik zeggen. Oké, fuck it dan. Fuck it dan. I'm free! Die ben je kwijt. Oké, zou jij hem misschien willen slopen? Ik weet dat je ruzie hebt met de buurvrouw, dus misschien... Hier is je vaas terug. Domme kut. Ik snap het als iemand een voetbal in je tuin gooit. Dat je denkt van, nou, misschien even ergens overheen trappen of zo. Maar ik vind dit persoonlijk wel heel ver gaan. Oké, weet je wat? Laat die gast even lekker relaxen. Als we een ruzie maken, oké, dan kan ik al wat shit van zijn tafel stelen. Zoals de pijp, bijvoorbeeld. C'est n'est pas une pipe, ja toch? dat is zo'n heel iconisch ding of zo. Dat is een foto van een pijp. En dan staat erbij, c'est n'est pas une pipe. Dus het is geen pijp. Ik heb er een t-shirt van gezien met c'est n'est pas une meth pipe. Het is geen mefpijp, maar het was wel een mefpijp. Ja, het slaat nergens op. Dit is een soort oudste meme misschien wel. Vroeger, toen memes nog echt nergens over gingen. Oké, okay, man leest krant. Dit is waar het interessant begint te worden. Hop! Oké, okay, hij mist hem ook echt niet. Oké, okay. Dan ren ik gewoon even heel gauw hierheen. Hier kan hij vast niet onderdoor. Dus het is een soort hele handige, veilige ruimte voor alle ganzen. Oké, okay, dat is één schoen. Nou is de tweede vraag eventjes. Oh, die pijp ligt hier ook gewoon nog, joh. Ik dacht dat hij die wel terug had gepakt. Nee, oké, okay, prima. Het enige onhandige is dat ik soort van wel langs hem moet. Oké, okay, dan moeten we hem gewoon ontsnappen. Dan moeten we gewoon heel snel... Hey, dit is wel onhandig. Dit is onhandig. Pak pijp, pak pijp. Ah, shit. Oké, okay, dit is onhandig. Had ik al gezegd dat het onhandig is? Oké, okay, die pijp kunnen we wel terugpakken, toch? Met een beetje skill. Ja hoor. Moet je wel heel snel... Yes! Nu hoop ik wel dat die buurvrouw die pijp nodig heeft. Mijn gevoel is dat gewoon het belangrijkste deel. Gewoon een beetje spullen heen en weer smokkelen. Die vaas is ondertussen half kapot. We moeten ook nog shit van die waslijn afzien te krijgen. Dit gaat nog wel eventjes duren. Hier is in ieder geval de bust, denk ik. Hallo? Is dat het? Ja? Vind de pijp, alsjeblieft. Leuke pijp. Misschien? Oké, misschien is dat niet helemaal de bedoeling. Laat maar lekker liggen daar. Misschien komt het nog een keer verpast. Je weet maar nooit. Die man loopt nog steeds gewoon met één schoen aan. Oké, nee, moet je lekker doen, joh. Moet je helemaal lekker zelf weten. Even kijken, we kunnen meer doen. Doe de washing. Bra, pair of socks, slipper, bar of soap. Ja, oké. Die vrouw is dat hek weer aan het repareren waarschijnlijk. Dat is een klein beetje onhandig. Oké, doe je dat even lekker. Dan pak ik even gauw die bar of soap in ieder geval. Ik gok dat ze beide niet echt bij die fontein komen. Dus zodra spullen daar liggen is het redelijk buurtvrij. Ik gok dat de buurman zich niet heel veel zorgen maakt als hij een gans met een stuk zeep ziet. Hij denkt gewoon, nou, ik hoop dat je stikt en doodgaat. Oh nou, het blijkt hem toch iets meer te boeien dan gehoopt. Kut. De game wordt wel daadwerkelijk soort van moeilijk, zeg maar. Tenminste, je moet gewoon heel veel aankutten voordat je erachter komt wat je nou precies moet doen. En dat zou ik persoonlijk wel beschrijven als moeilijk. Misschien kan ik mijn beste gewoon even focussen op het stelen van die andere slipper. Misschien kan ik het wel gewoon doen door gewoon op hem af te sneaken. Oké, nou hij is wel echt heel... Oh, dat is de verkeerde knop. Dat is niet heel stealth. Ik heb het gevoel alsof hij je gewoon spot als hij die krant aan het lezen is. Ja, dit werkt niet. Oké. Misschien kunnen we ook gewoon zijn krant stelen. Gooien we die gewoon in het water. Die is er niet dol op een natte krant. Oké, misschien werkt dit. Ah, shit. Oké, wacht. Neem even een slokje thee, dan kijk je meestal heel mooi naar de lucht natuurlijk. Ja. Yes. Deze man draagt geen schoenen meer. Episch. Succes. Ik moet stoppen met mijn handen in de lucht doen als ik iets bereikt heb in deze game, maar ik ben iedere keer weer een klein beetje trots. Hebben we al een extra taak erbij? Nee. We kunnen wel even lekker de was gaan doen. Dan moeten we alleen maar een aantal sokken... Oh, een slipper! Er moet een slipper in de fontein. Oké. Ga maar weer lekker de krant lezen. Ik heb je slippers hier verzameld. Please, wees zo afgeleid als je kan zijn. Ik ga even je kleren wassen, dus... Oh! Gelukkig ben ik rete goed in rondjes rennen. Dit is... Oh, redelijk fantastisch. Oké, please. Doe gewoon niet de moeite om hem terug te pakken. Nee, niet de zeep! Niet de zeep. Dan kan ik hem niet even heel gauw gaan afleiden. Yes. Ik moet hem even afzien te leiden. Fuck. Nee. Niet doen. Ik pak zijn krantje wel even of zo. Dat is hem vast nog vele malen geliefder. Hier, ik heb je krant.
Ik heb je krant. Oh fuck, hij heeft zijn slipper terug. Ik heb je krant. Ik heb je krant. Ik doe het hoor. Hopla. Oh man. Wat ga je met die zeep doen dan? Ga je dat teruggeven aan de buurvrouw? Oh, hij gooit zeker alle spullen die hij vindt van de buurvrouw, gooit hij over de schutting heen, of niet? Jeet? Verdomme. Oké, dan is dat nog best een moeilijke opdracht. Hey, die pijp heeft ze daadwerkelijk bij dat standbeeld gedaan. Dus ik gok dat aan de ene kant willen we heel veel was in die fontein brengen. En tegelijkertijd willen we shit van die manse tafeltje bij dat standbeeld brengen. Het verschil is alleen, die vrouw die brengt de spullen niet terug die ze vindt. Die houdt ze gewoon. Dus in principe zou je kunnen zeggen, als je gewoon even heel sneaky die pet pakt. En gewoon ja, iets minder sneaky keihard wegrent. En gewoon eventjes ja, ermee wegkomt. Dan moet dat allemaal een soort van te doen zijn. Oké, ik hoop alleen even dat die verbinding weer... Shit. Kut. Hoeren. Wat voor hoeren? Precies. Oké, ik heb hem. Nee. Shit. Kut. Ja. Hectiek. Oh nee. Het hek. Oh ja. Oh nee, wat onhandig. Wat een puinhoop is het weer hier. Hek staat open. Ik hoop ook even dat het hek eventjes open blijft. Beste man, ga lekker zitten. Pak lekker een krantje of zo. De beste man gaat lekker zitten. Maar niet voor lang, want ik heb spet. Oké, deze keer staat het hek al helemaal klaar. De master move. Oké, dat ging heerlijk. Nu we toch zo lekker bezig zijn met dit prachtige ganzenspelletje, heb ik nog wel één leuk ganzenfeitje. Namelijk de vraag, hoe smaakt gans? Nou, zeer waarschijnlijk, heel cliché, het smaakt naar kip. Sowieso, omdat gevogelte smaakt grotendeels naar gevogelte. Er zit niet heel veel vet in. En daarom heeft gevogelte sowieso niet heel veel smaak. Daarom zeggen we heel vaak, als we niet echt weten hoe iets smaakt, ja, het smaakt naar kip. Dat is eigenlijk gewoon een manier om te zeggen, ja, er zit niet heel veel smaak aan. Maar niet altijd. Struisvogelvlees schijnt heel erg te smaken als koeienvlees. Ik heb ook geen idee hoe de fuck dat werkt. Maar wat misschien ook wel leuk is, echt zo'n typisch klassiek feitje, is dat dinosaurussen zijn afstammelingen van vogels. Ik geloof dat kippen de enige echte levende dinosaurussen zijn. Nou is het ding dus dat dinosaurussenvlees dus best nog wel eens naar kip zou kunnen smaken. Als we ooit een keer een heel goed bewaarde dino vinden, is niet het eerste wat we doen, ze vlees proeven. Maar als we het zouden doen, zou het best nog wel eens naar kip kunnen smaken. En ik vind dat persoonlijk helemaal prachtig. Hey mevrouw, heb ik even goed nieuws voor u. Ik heb een hele leuke bril gevonden van de buurman. Moet je daar niet wat mee doen? Waarom is ze de hele tijd bezig met de hek fixen? Alsjeblieft, geef het gewoon op. Niemand wil dat kuthek van je fixen hier. Oh shit, sorry, dat was dat geen per ongeluk. Ik zet mij op een heel hoog niveau in op het mooi inrichten van deze tuin. Kijk eens aan. Wat we ook moeten doen is een ribbon opkrijgen. Dus als we nou eventjes gauw deze hier neerleggen. Die dan meenemen. Wacht even, die leggen we heel ver weg. Oh kut, ze heeft het al gezien of niet? Oké, ja. Ja. Oké. We doen gewoon eventjes alsof we een standbeeld zijn. Die vrouw is wel echt heel fanatiek met al haar shit doen. We kunnen zelf, ja... Oh shit, waarom spring ik nou weer weg? Wacht, dit is niet best. Even kijken. Ik blijf gewoon staan. Ik blijf gewoon net zo lang staan tot die vrouw mij accepteert als gans. Oké, dat gaat niet werken. Maar voor mij is dit het wel. Verstop het standbeeld. Ga er zelf staan. En wacht dan tot ze dat strikje bij je legt. Misschien kan ik hem nog beter in de tuin van de buurman verstoppen. Dan gaat ze dat ding nooit meer vinden. Tenminste, als de buurman hem niet vindt. Ja, dit is gewoon jammer. Dit is gewoon jammer. Even kijken. We kunnen wel even gauw een iets wat interessante... afleiding verzorgen. Kijk eens aan. Bom. Moet je niet even ruzie maken met de buurman? Oh, kut. Ga ruzie maken. Op dit punt moeten we of dat strikje omkrijgen of de was doen. Dat strikje is sowieso een heel stukje korter. Ik heb even gauw die bel af laten gaan in een poging haar af te leiden. Misschien moet ik dat strikje ook even iets verder wegleggen. Dat kut ding ook weer. Ah, dit gaat ze zien. Shit. Ik moet net even iets meer tijd hebben vooral. Ik moet gewoon net even een beetje op tijd daar kunnen gaan staan. Ja, dan maar weer plan B. Gewoon even lekker dat wasje draaien. Vind ik ook helemaal prima. Plons, dat is één. Voor de rest hebben we één slipper nodig. Dat moet soort van te doen zijn. En een deel van die vrouw haar was. Dat gaat ze wel snel zien. Maar als we er eenmaal doorheen zijn,
zijn we redelijk veilig. Nou is het probleem alleen weer, ja, we kunnen zelfs gewoon nog een keer dat doen, weet je. Je zoekt het maar uit. Ik denk oprecht dat het makkelijker is om eerst gewoon dat hek open te prikken. Maar helemaal als die vrouw een beetje afgeleid is, dan kan ik veel makkelijker die voorwerpen heen en weer smokkelen zonder dat ik langs die man moet en dat hij achter me aan gaat rennen. Dat ik ook nog een van zijn slippers nodig heb, daar maakt niet zoveel uit. Dat is gewoon het laatste geheime ingrediënt. Even kijken, dan sneaken we weer en ga gewoon een keertje deze kant op. Voor de rest heb ik dan wel een semi-vermakelijk feitje. Namelijk een vraag waar je nog nooit over na hebt gedacht, maar wel een hele belangrijke vraag. Wat is namelijk het verschil tussen een carrousel en een draaimolen? Het zijn in principe allebei soort van draaimolens. En toch is er een wereld van verschil. Ten eerste, een carrousel is niet door een motor aangedreven. Ik geloof de Efteling heeft een carrousel, geen draaimolen. En die heet namelijk ook heel toepasselijk de stoomcarrousel, omdat hij werkt op stoom. Ja, zo simpel kan het zijn. De stoomcarrousel werkt op stoom. En een carrousel heeft nooit autootjes en dat soort dingen. Een carrousel heeft alleen maar paarden. Het is eigenlijk een draaimolen, maar dan met paarden waar je op kan zitten. Voor de rest, de geschiedenis van de draaimolen is ook best interessant. Best wel een rijke, uitgebreide geschiedenis. Ja, wat moet ik nou weer doen? Ik ben zoveel troep tegelijk aan het doen dat het gewoon een beetje verwarrend wordt. We kunnen gewoon die sok wel stelen. Dat is wel gewoon te doen. Gewoon erin, eruit, hoppa. 10 minute adventure, Morty. Oké, fuck, 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 kwak, 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 kwak. Nee, niet het hek. Ik wil nog even, mag ik even gauw tussendoor? Yes! Yes! Kut, ja, yes! Oké, we hebben letterlijk alles. Behalve die laatste slipper. We zijn zo dichtbij. Pure, zuivere glorie. Als het goed is, heb ik hier nog een slipper in mijn opslag liggen. Ja, 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 ja. Ik denk dat ik het wel gewoon in me heb om gewoon met volle overtuiging langs die buurman te rennen. Kwak, 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 kwak. En gewoon met de volledige overwinning vandoor te gaan. Oké. Hallo, is dit misschien van jou? Dat is heel jammer, want ik ga het nu voor je wassen. Boom. Ik doe toch weer mijn arm in de lucht. Ik ben een klein beetje trots. A new to-do list item. Make someone prune the prize rose. Oké. Dat is de zeer mooie, geprijsde roos. Waarschijnlijk komt er weer een bordje bij met de fuck ganzen, toch? Dat is toch een beetje een beweging die langzamerhand in de stad begint te ontstaan. Even dat bordje, ja, fuck ganzen. Dat is leuk, dat ene account, Say No To Ducks. Kennen jullie dat? Er is een account op Twitter. En het is gewoon heel erg boos worden op eenden bij alles. Oh ja, het gaat kut in Nederland. Fuck eenden. Het is best grappig, maar ook ja, heel repetitief. Hoe kunnen we iemand die roos kapot laten maken? Dat is een hele goede vraag. Ik heb hier een hele mooie heggenschaar in ieder geval. Ja, die kan je hier neerleggen. En dan gaan hopen dat hij een bij gaat werken. En dan gewoon laten schrikken met een kwakje of zo. Is dat het? Ah, kijk eens aan. Mevrouw, moet u heel toevallig een keer de heg bijwerken? Dat zou heel fijn zijn, want ik heb zomaar het gevoel alsof ik haar per ongeluk, redelijk per ongeluk, die bloem kan laten sneuvelen. De vraag is dan eventjes, hoe laat ik haar die heggenschaar gebruiken? Oh, kijk. We kunnen dat bosje een beetje lelijk maken. Oké. Dat is waarschijnlijk wat we moeten doen. Wat is je bosje lelijk? Oh, wat is je bosje lelijk? Misschien moet je het knippen. En dan haar uit laten schieten, denk ik. We zijn heel dichtbij het antwoord. Heel dichtbij. Alleen, ja, nog niet helemaal. Oké, we kunnen het in ieder geval oneindig lang blijven doen. Ik gok dat ze even dat knipje daar... Oh, kijk. Got him. Dan kunnen we waarschijnlijk door naar het volgende level. Ik denk dat je wel een probleem hebt. Die man was zo gehecht aan zijn zeer mooie, zeer prachtige, geprijsde roos. De vraag is vooral, mag ik weg nu? Ik heb jullie zitten fucken. Mag ik weg? Ah, kijk eens aan. We kunnen door naar het volgende level. Heel hard verdiend. Oh, fuck ganzen. Nee, oké, dat is zeer zeker een mening die... Ja, je bent niet de eerste persoon die met deze controversiële mening op de proppen komt in ieder geval. Oh, kijk. Maak er even een hele kleine type sooi van. Waarom ook niet? Ik ben heel benieuwd wat het volgende deel van dit prachtige spel voor ons in petto heeft. Ik bedenk me trouwens, ik heb nog één feitje over gans, maar dan wel het Duitse woord
Gans. Ik kan je een woordje Duits leren. En niet zomaar een woordje. Een heel belangrijk woordje Duits. Het is namelijk, de Universiteit van Zurich had onderzoek gedaan naar de top 100 meest belangrijke... The fuck? Duitse woorden. En Gans staat op nummer 99. Het is een beetje onhandig uit te leggen wat Gans nou precies betekent. Het is soms een soort vergrootwoord van Gansgeil. Supercool, weet je wel. Maar het kan ook gebruikt worden als een woord voor goed. Bijvoorbeeld, mijn Fahrrad ist wieder Gans. Mijn fiets is weer goed. Bandje lek, toen niet meer, wieder Gans. Ja, lang verhaal, kort. Het is een woord in het Duits. Niemand snapt Duits. Dus in dat opzicht. We zijn momenteel bij het volgende deel van de game. De pub. Hope shit te doen. Break the dartboard. Get the toy boat. Make the old man fall on his bum. Deze game is echt heel Brits. Be awarded a flower. Steal a pint glass and drop it in the canal. Set the table. Knife, fork, plate, pepper, candles. Ah, drie keer raden welk van deze dingen ik niet ga doen. Oké, we zijn in ieder geval binnengedrongen. Zieke spionage. Fuck James Bond. Ik ben het. Gansmans. Ik weet niet of we eigenlijk een mannetje of een vrouw zijn. Een gans of een ganzerik. Ik heb geen idee. We zijn in ieder geval één ding. En dat is vrij, kameraden. We moeten even goed om ons heen kijken wat er nou precies allemaal te doen is. Daar is in ieder geval een dartboard. Dus voor Break the Dartboard zou dat wel even heel fijn zijn. Ik tel... Hey. Sorry, maar heb je niet gezien. Ik ben weg hier. Is het ook de old man? The old man fall on his bum, old man? Ik heb het gevoel van wel. Oké, even kijken. Hoe gaan we dit aanpakken? Oh, zo mooi. Kan je ook Piano Man spelen? Vind ik wel een mooie ironie om het nummer Piano Man te spelen op ieder ander instrument dan de piano. Please do dat. Even kijken. Kan ik dit ding... Oh, dit is de beste ooit. Ik hoef dit ding niet per se te stelen, maar het is wel bonus. Oké, wacht. Ik laat je met rust. Oh, hij gaat darten. Hij gaat weer darten. Deze man doet een hoop dingen, maar darten is er zeer zeker één van. Ik gok... Oh, hij pakt ook echt maar één pijltje. Nee, oké, één is genoeg. Focus. Haha. Kijk, dat zijn de makkelijkste missies. Gewoon shit waar je mensen even een klein beetje lastig moet vallen. Dat bord is nou niet echt kapot. Nee, het flikkert gewoon op de grond. Helemaal prima. Oké, weet je wat? Leg die even daar neer. En dan verstop ik mij ondertussen. En dan wacht ik tot jij weer lekker gaat zitten. Dat dacht ik al. Fuck, ik wou die stoel pakken, maar... Het lukte niet. Ik klikte op het verkeerde knopje. Ik weet niet wat er misging, maar het ging niet goed. Hij doet lekker nog een keer. Ik bedoel, je krijgt er niks voor, maar is gewoon leuk om te doen. Ik wacht gewoon tot die gast weer lekker gaat zitten. Nee, ik ben het probleem niet. Ga gewoon alsjeblieft lekker op die stoel zitten. Je hebt last van je rug. Dat weet jij, dat weet ik. Alsjeblieft. Nee, stop met darten. Please, stop met darten. Hoe zorg ik ervoor dat hij weer op die stoel gaat zitten? Hier, je mondharmonica. Wil je daar niet graag leuke dingen mee doen? Alleen maar prachtige herinneringen. Ik wou net zeggen, oké. Mondharmonica, op dat tonnetje. Je bips, op dat stoeltje. Zoveel is er niet gevraagd, alsjeblieft. Ja, precies. Ah, wat is die gast allemaal aan het doen? Oké, daar gaat hij. Yes! Oh, kut! Zo dichtbij! Ultieme glorie! Laten we gewoon nog een keer proberen. Het ding is vooral dat hij ja, niet moet zien dat hij het doet. En dat lukt niet altijd. Pak aan, ouwe drol! Oké. Je moet even kijken wat er nog meer te doen is überhaupt. Ik heb me echt compleet gefocust op die oude gozer fucken. Hey, dames. Be awarded a flower. Zou ik toevallig die bloem van jullie in ontvangst kunnen nemen? Ze vinden hem wel leuk. Smoel houden. Oh! Deze vrouwen zijn niet helemaal lekker hoor.
Ah, wauw. Ik kijk dus met een hond. Ik doe kunstjes voor geld. Ik kan wel flapperen. Wee, wee, wee. Dit is gewoon wholesome. Gewoon een keer een normale interactie met de mens. Het kan gewoon. Het kan gewoon. Weet je, mensen zijn gewoon heel gemeen tegen en andere mensen. En ganzen. Poh, het begint echt al lekker op te schieten. We moeten nog get the toy boat, steal a pint glass and drop it in the canal. En set the table, knife, fork, plate, pepper, candle. Ik moet wel zeggen, ik zag hier al een plate. Nou is de vraag vooral, tafeltje, dekje, prima. Maar waar dan? Ondertussen heb ik nog wel een redelijk leuk feitje over duiven. Iets specifieker, de fotografie. Van duiven. Of nou ja, het zijn niet foto's van duiven. Foto's... Ah, ik denk dat het hier is. Foto's door duiven. Eigenlijk nog vele malen beter. Zo'n beetje rond de Eerste Wereldoorlog ontstond duiven fotografie. Wat inhield dat men het heel licht fototoestel aan een duif vastmaakte. We kunnen hier een pint stelen trouwens. Als die vrouw eventjes niet helemaal oplet... Oké, dat is een pint. Dat is een pint. Nou is de vraag vooral, hoe komen we bij de kanaal? Dat is nog even een klein stukje moeilijker. We hebben in ieder geval glas. Dat is al best wel tof. Even kijken. Rustig. Kan dit open? Weet je wat? We laten dat glas daar even liggen. Dan gaan we eerst even zoeken waar we dan precies heen moeten sneaken. En dan gaan we er dan wel heen. Ik heb in ieder geval zo'n glas gepakt. Dat vind ik al redelijk indrukwekkend. Nu de rest nog. Oh, voor dat tafeltje dekje trouwens. Ik heb hier een bord gevonden. Dat gaat best wel lekker. De rest van de spullen zul je waarschijnlijk allemaal één voor één uit het restaurant moeten stelen. Dat zal wel iets van moeite gaan worden. Oh, hier is nog iets van een uitgang. Oh, en voor mij is, ja, hier is waar ik dan weer naar binnen ging. En die man blijft daar zeker staan. Ja, hij is van de ID-controle. En ja, beneden de 18 of 21 niet naar binnen. En als je een gans bent, ook oppleuren. Ik gok dat het kanaal gewoon simpelweg deze kant op is, hoop ik. Ah, kijk eens aan. Dan kan ik hem hier gewoon lekker laten droppen. Dus de vraag is, kan ik langs die gast lopen met mijn glas? Of... Ze hebben vaak wel zo'n ding in de kroeg van, je mag je glas niet mee naar buiten nemen. Ik drink graag kwakbier, ook wel toepasselijk aan deze prachtige gans. Het is een hele onverduidelijke naam, aangezien kwak ook wel eens een ander woord is voor, ja, wat er uit je pilemedokus komt, zeg maar. Maar kwakbier komt in een heel raar glas en het heet dus kwak, omdat de laatste slok maar zo'n klonk maakt een soort kwakachtig geluid. Daarom heet het kwakbier. In ieder geval, dat glas van kwakbier is best wel duur. Het is echt een heel bijzonder glas. Echt een ervaring om een kwakkie te drinken. No homo. En het ding is dus dat op veel terrassen in grote steden, dan moet je borg betalen voor het glas, omdat die dingen zo fucking vaak gestolen worden. Nou, dat is een leuk feitje over kwak. Voor de rest over glas gesproken. Ik heb van Ubisoft shotglaasjes gehad. Jammer genoeg, 75%. Geen alcohol. 75% van de shotglaasjes zijn gesneuveld. Ze hebben er 4 opgestuurd en 3 zijn er kapot. Ze hebben een hele hoop andere YouTubers exact dezelfde gestuurd en bijna iedereen alle glazen stuk. Zo zonde. Dan denk je, oh, de verpakking was gewoon ruk. Nou, dat viel in principe wel mee. De verpakking was heel goed aan de buitenkant, maar er zat een houten doosje en dat gaat gewoon rammelen. En glas en rammelen is blijkbaar niet zo'n hele goede combinatie. Ik heb het ook niet verzonnen. Even kijken. Moet hier wel even goed gaan rushen, denk ik, want ik ben wel bang dat iemand dat glas gaat afpakken. Dit is denk ik wel de enige uitgang. Misschien kunnen die gasten afleiden of zo. Wacht. Oh, er is hier gewoon een tweede uitgang. Oké, misschien kunnen we hem daarheen lokken. Ja. Soort van. Ja. Ja, ja. Ja. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, niet allemaal op me afrennen. Ik doe ook maar gewoon mijn werk. Ik ren door de poort heen. Ik vind het nogal sterk. Hij wil dat glas daadwerkelijk terug. Oh, kut. Oh, kut. We zijn bijna bij het kanaal. Alsjeblieft. Schiet op. Nee. Oh, kut. Alsjeblieft. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Yes. Dat was nog verrassend moeilijk. En ook verrassend spannend. Nu is de vraag eventjes, hoe de fuck kom ik ooit weer terug? Kan ik ergens toevallig de kant nog op? Ah, hier is wat moois. Oké, helemaal top. Helemaal prima. Spanning is om te snijden. Oh nee. Oh nee, die had open gemoeten vanaf de andere kant.
Oh, dat is kut. Kan ik nog terug? Nou, dan volg ik maar gewoon het water. Hey! Dat komt me bekend voor. Ik ben heel benieuwd waar ik nu in één keer eruit kom. Oh, nog een hek dat ik niet geopend heb. Oh, kut. Oh, nee joh! Nee joh! Ik ben gewoon letterlijk weer bij het begin van de game. Dit is op een bepaald niveau indrukwekkend. Op een ander niveau... best kut! Moet ik nou gewoon dat hele bokkenend weer deze kant op? Nou, weet je wat, ik ga het er voor de video even uitknippen, maar... dit zou in principe te doen moeten zijn als die boer hier nog steeds is en nog steeds zijn radio terug wil. Dan moet het vanzelf goed komen. Is die gast er nog? Anders heb ik echt een... ah, daar heb je hem. Het voelt een beetje als een déjà vu. Want letterlijk, ik heb dit al gezien. Déjà is al en vu is een of andere vervoeging van het woord zien. Dus ja, dit heb ik inderdaad al gezien. Get into the garden. Ja, ja, zover was ik al, ja. Ach, zo erg is het nou ook weer niet. In principe zijn we pas door 3 levels heen gegaan. Ja, ja, we zijn nu al bij de buren. In principe is het ook best een klein stukje. Gewoon ene tuin erin, andere tuin eruit. Het valt allemaal wel mee. Maar misschien is het wel even handig om al die poortjes te openen. Dan is de wereld soort van opener. Kun je dus terug naar andere punten in de game. Waarom zou je? Maar je kan per punt zeker nog misschien de hele lijst doen. Als je daar zin in hebt of zo. Ik heb geen idee. Ik wil gewoon verder met waar ik gebleven was. Ah. Dat is beter. Dat had ik even eerder moeten doen. We zijn er weer. Terug de pub in. Even kijken wat er allemaal nog moet gebeuren. Get the toy boat of set the table. In principe, ik heb geen idee waar die toy boat zit. Dat is wel een heel groot nadeel. Ik heb ook geen idee waar de peper is en de vork en het mes. Maar één van deze twee dingen is hopelijk een soort van haalbaar. Komt iemand mij nog halen? Het wordt een klein beetje een eenzaam, vooral heel saai bestaan in deze doos. Ik ben geen kat. Please. Tadaa! Oh! Timing wel. Neem die doos maar gewoon mee. Er zit niet een gans in. Waarom zou je? Precies. Hij is een beetje zwaar. Oh! Kan wel, joh. Neem maar mee. Precies. Waarom trapt ze er soms wel en soms niet in? Het maakt ook niet uit als ik maar een keer meegenomen word. Komt het op de lange termijn wel goed. Ja, fuck. Accepteer me zoals ik ben. Gewoon erin blijven duiken. Misschien heeft ze deze keer niks gezien. Wie weet. De vorige keer werkte dit wel gewoon. Gewoon net zo lang erin duiken. Oh, oh. Nou ja, zeg. Oké. Okay. Oh, die man is weg. Dit werkt. Dit werkt. Ah, oh, hij pers je er echt meteen uit. Nee, oké. Okay. Dat is een beetje het kutte van die pub dus. Als je gespot wordt, dan duwen ze je gewoon maximaal naar buiten. Extra sneaky. Mag ik blijven zitten? Oh, man. Ik moet waarschijnlijk gewoon even een keer afwachten tot ze heen en weer gaat. Maar ik heb in principe niet zoveel geduld. Oh. Jongens, toch. Wat een puinhoop. Please, neem me gewoon mee naar binnen. Oh man, ik wacht wel, hè. Neem die stinkdoos maar mee. Ik heb alle tijd van de wereld. Top. Ja, dit werkt waarschijnlijk een klein stukje beter. Heel klein beetje geduld. Je wil niet weten hoeveel wonderen dat doet. Om even terug te komen bij het hele gebeuren van die duivenfotografie. Het werd oorspronkelijk gebruikt om aanzichtkaarten te maken. Wat ik best wel wholesome vond. In die tijd waren vliegtuigen gewoon nog niet zo heel denderend. Deden we daar niet zo heel gek veel mee. En toen gebruikten we dus duiven met cameraatjes om aanzichtkaarten te maken van steden. Heb je leuke foto's vanuit de lucht. En op een gegeven moment had je ook al gauw met luchtballonnen en dat soort dingen. Er was al wat luchtfotografie. Maar met zo'n duif, die kon je gewoon echt mokerver laten vliegen. En best wel laag. Met heel veel andere luchtdingen zat je al gauw een stuk hoger. Camera's niet zo goed. Zit niet zo'n lekkere zoom op. En toen op een gegeven moment is het ook daadwerkelijk in de Eerste en Tweede Wereldoorlog gebruikt. Door zowel de Duitsers als de Fransen. Nou, dan heb je wat geleerd over leuke dingen die vogels doen. In plaats van overal een puinhoop van maken. Als jij even lekker weggaat, plop ik weer even lekker uit mijn doos. Toegeladoki. En dan is even de vraag wat we gaan doen met ons leven. Altijd even spannend.
Ja, we kunnen gewoon het restaurant ingaan en alles even bij elkaar stelen. Mes, vork, paper, kaars. Oké, dat zijn vier dingen. Voor de mensen die kunnen tellen. Dat zijn vier dingen. Dat is in principe haalbaar, zou je zeggen. Dit is echt super handig. Als die chick je ziet, kan je onder de tafels door. En dan kan ze je gewoon niet pakken. En dat boeit er blijkbaar dusdanig weinig dat ze je dan maar negeert. Dit is eventjes een flink potje chill. Ik heb trouwens een vork gevonden. Als die chick me voor de rest even lekker met rust laat. Net een beetje, ja, honkbal. Dus in één keer, breng die vork terug naar de home base. Als ik hem heb teruggenomen naar dat lekkere spaghetti steegje, dan pakt niemand hem meer van me af. Oké, top. Ik hoef dit gewoon nog maar... Hé, leg hem wel op die tafel neer. Dit gewoon nog een aantal keer te doen. Inclusief het goed neerleggen op de tafel. Een echte uitdaging. En dan hebben we genoeg gedaan om weer verder te kunnen naar het volgende deel van de game in ieder geval. Ik loop zo lekker arrogant naar binnen van... Oh, je kan me toch niet pakken. Kom maar door met dat stomme restaurant van je. Even kijken. Hé, de pepermolen. Hartstikke fijn. Die chick gaat wel een klein beetje achter me aanrennen. Maar een klein beetje is jammer genoeg voor haar. Niet genoeg. Oh, buurtvrij. Nu we het trouwens hadden over foto's van duiven, wil ik ook graag praten over foto's van piemels. Er was namelijk weer een leraar die... Ja, dat stond docent dikpik schandaal. Ik denk, nou, wat is er nou weer gebeurd? Ik dacht echt voor me dat het een mentor was die een groepsapp heeft met zijn leerlingen. En dat hij per ongeluk de verkeerde foto stuurt. Dat is echt heel kut. Dan heeft iedereen ook echt die foto op zijn mobiel. Het bleek mee te vallen. Tenminste, alsnog de hele klas zag ze pielenbedokus, maar... In hoeverre dat nog mee kan vallen, viel het naar mijn mening wel mee. Hij wilde de beamer iets laten zien en toen was er ergens ook nog een foto van zijn piemeledokus. Hé, dat kan gebeuren. Maar hij is dus wel echt ontslagen door de school. Ik kan begrijpen dat je misschien niet meer... Oh, even kijken. Mes, alsjeblieft. Mes, yes. Ik kan me voorstellen dat je niet meer serieus genomen voelt als leraar. En als er toch op heel veel plekken nog naar leraar wordt gezocht, dat je denkt, weet je wat, ik wissel lekker van school. Mijn hele mentorklas heeft mijn piemeledokus gezien. Dat snap ik nog een soort van. Maar dat de school specifiek die persoon ontslaat, bedoel, het is duidelijk een ongeluk. Hoop ik. Als het nou vaker gebeurt, als hij wekelijks foto's van zijn piemel doorstuurt, dan, ja, dan moet je die gast ontslaan. Dat is niet iemand die je rond kinderen wil. Maar het is heel duidelijk gewoon een heel naar ongeluk waar iedereen gewoon last van had, denk ik. Even kijken. Een kaars. Oké. Romantisch. Romantisch. Hopelijk ligt die ook daar. Anders moeten we even iets beter ons best doen met zoeken. Oh, hé. Hey, ik heb wel een bootje gevonden hier. Oké. Kan ik die niet gewoon... Wachten... We wachten. Oké, die chick is hier. Ik moet er even afzien te leiden. Oh, fuck. Oké, nu moet ik hem echt uitgegooid. Nou ja. Gooien. Probeer mij eens vast te pakken. Oké, is dat bootje van mij? Fuck. Oké, misschien moet ik even onder een tafel door of zo. We moeten dat bootje nu gewoon alleen even zien te looten, denk ik. Duw me die kant maar op. Ja, duw me. Pak me. Pak hem. Oké, dan gaan we lekker nog een rondje in de carousel zonder paarden. In ieder geval niet motor aangedreven. Dus in dat opzicht, zo'n ding wat je in een speeltuin hebt. Gewoon zo'n... Oh, fuck. Ik had hem, maar net niet lang genoeg dat het telt. Zeg maar zo'n ding in de speeltuin waar je gewoon zo'n draaitafel hebt. Dat je met je vrienden rondjes draait. Zo, dat eigenlijk is het hele idee dat je wordt gewoon misselijk. Eigenlijk is dat gewoon het hele speelding. Je wordt gewoon lekker misselijk. Dat is in principe... Ook een carousel, omdat het draait rond en het is niet aangedreven door een motor. Dan zou het een draaimolen zijn. In principe kunnen we ook wel gewoon eventjes voor de leukheid de table zetten met die candle. Aangezien, ja, hebben we gewoon een hele lijstje gedaan, waarom ook niet. Maar we kunnen verder. Drop a bucket on the burly man's head. Dit is even een mooi moment waar ik ga Google translaten wat een burly man zou moeten zijn. Deze game is duidelijk best wel Brits met loo paper. Geen enkel Amerikaan noemt de wc de loo. Pint is een woord dat gebruikt wordt voornamelijk door Britten als het over bier gaat. Ik ga even kijken wie de burly man is en dan flikken we een emmer op zijn hoofd. A man with a big burly beard, burly arms, burly chest. Ja, een man aan wie alles burly is. Maar wat betekent burly? Oké, weet je wat ik... Google Translate wel gewoon even los het woord burly. Het is een woord dat bij mij niet heel bekend voorkomt. Potig. Potig. Wat is een synoniem van potig? Fucking taal, man. Synoniem potig.
Synoniemen van potig. Eens even kijken. Andere woorden voor potig zijn ook wel aan de maat, aanzienlijk, aardig, behoorlijk, belangrijk, degelijk, duchtig, echt, erg, fix, fors, gezond. Ik gok dat die wat in de breedte aanwezig is. Vind dikzak en gooi emmer op zijn hoofd. Heel goed idee. De Burly Man vinden is een uitdaging, maar ik heb wel alvast een bucket. Die staat hier, dus ik gok dat, ja, bucket op hoofd. Ik gok dat we iets hiermee moeten doen. De vraag is alleen eventjes, wat dan precies? We kunnen in ieder geval proberen om die Burly Man even deze kant op te lokken. Ondertussen wil ik dus een beetje praten over dat hele dickpic gebeuren. Ik snap dat de school gewoon van de controverse af wil zijn. Die leraar zorgt gewoon voor een vorm van negatieve aandacht voor de school. Daar heb je niet zo zin in. Dus dan is in principe hem ontslaan wel ook het. De manier om die negatieve aandacht in ieder geval van je af te schudden. Maar je kan ook gewoon zetten, zet hem even op tijdelijk op inactief. Doen we een onderzoek, even kijken of die man nou wel of niet een pedofiel is. En op basis daarvan kijken we wel even verder. Dat lijkt me persoonlijk wat netter. Maar ik kan me voorstellen dat hij zelf naar een andere school wil. Maar dan hoef je hem niet te ontslaan natuurlijk. Is dit goed genoeg? Moet ik nu gewoon even dat ding flikkeren? Ik kan er voor de rest niet zoveel mee doen. Oh nee, hij jaagt me weg! Ik word gewoon letterlijk aangerand hier. Oh, stront. Wat moet ik doen? Ik weet het niet, maar is een emmer ergens en dat kan helpen. Game is soms wel echt glitchy als neuk. Misschien moet ik gewoon eerst een emmer laten vallen in het algemeen. Gewoon even kijken wat er gebeurt. Die man zit in ieder geval daar. Soort van opgesloten. Wacht, blijf even daar, schat. Blijf even daar. Je hoeft geen ingang te bewaken. Die vrouw zit even achter mij aan. Laat me alsjeblieft even met rust, hè? Privacy of zo. Weet ik veel. Ja, joh, doei. Ik gok zomaar dat die gozer ondertussen al lang al weg is. De vraag is ook weer even, hoe krijgen we die emmer daarboven, maar... Oh. Ja. Ja. Ga je dan misschien op het kratje staan? Met je dikke... Oh, kijk! Oh, kut! Redelijk dichtbij. Het zal iets daarmee te maken moeten hebben. De vraag is alleen eventjes, wat dan precies? Oh, er komt weer een extra ganzenbeleid. Maar natuurlijk, al dan weer datzelfde politieke gezeik met jullie. De krat met tomaten is in ieder geval open. En ik denk dat we iets van een valstrik zullen moeten zetten. Oh, die emmer... Iemand moet eerst die emmer weer even daarboven leggen. Dat is sowieso belangrijk. Nou. Wie hebben we daar? Oké, ik gok dat hij die emmer weer even voor zichzelf daarboven neerzet. Toch? Hoop ik. Please. Emmertje, dankjewel. Dan gaan we daarboven alvast klaarstaan. Nou, in principe, als ik nu klaar stond, had het misschien kunnen werken. Maar wat ik me anders voorstel, is dat we wat van die lekkere... Oh, rot toch lekker op. Ga maar lekker heen met je vieze vuile kop. Drijf me niet in een hoek, dat vind ik niet zo fijn. Ga eens daar staan, daar ligt daar een tomaat. Zou je die terug kunnen leggen in het bakje, terwijl ik een emmer op je hoofd gooi? Misschien moet ik even een paar tomaten neerleggen hoor. Please, pak die tomaat. Yes, 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 yes. Get wrecked, broer. Ik moet wel zeggen dat ondertussen heb ik wel ongeveer genoeg gezien van deze game. Ik weet niet of ik al een uur bezig ben, maar we hebben redelijk wat zitten spelen. Ik geloof de avonturen van de gans ook wel weer. Ik heb die mondharmonica aan mijn bek gehad. Het hoogtepunt is sowieso geweest. De vraag is dan vooral, wat moeten we nu met ons leven? We hebben in ieder geval dit gebied gehaald. De vraag is dan vooral, en wat dan? Krijg je nog iets van een hele mooie nieuwe route? Laten we die gast van even volgen, denk ik. De boze tomatenkontgozer. Hier gebeurt iets. Kun je even die deur voor me open doen of zo? Oh, kut. Ik kan beter even niet te veel jullie afleiden. Als ik eventjes kan ontsnappen, wat niet zo lekker werkt. Volgens mij zie ik wat er aan de hand is. Thanks. Volgens mij zag ik zojuist wat er aan de hand is. Ze hebben die verpakking van die tomatenshit in de prullenbak gegooid. En het lijkt erop alsof dit een soort van bruggetje vormt, denk ik. Haboom! Oké, dan kunnen we meteen eventjes... Hey, als je die hekjes ziet, gewoon bij twijfel altijd
openmaken. Voor de rest heb ik nog wel één leuk feitje over dieren. En hoe we die op redelijk interessante manieren in kunnen zetten. Slakken zijn namelijk gebruikt tijdens de Eerste Wereldoorlog. Die slakken waren in principe gewoon volgens de oorlogswetten. Wat niet volgens de oorlogswetten was, was mosterdgas en dat soort nare strijdgassen, chloorgas en zo. Was niet helemaal netjes, niet helemaal de bedoeling dat je die ging inzetten tegen elkaar. En slakken zijn blijkbaar heel snel geïrriteerd, aangezien ze hebben geen huid. Ze hebben gewoon één grote slijmerige plak. Dus slakken die laten dat heel snel merken, zo van, als ze in chemische gassen zitten. Dus wat ze deden, ze namen slakken mee naar het strijdveld. En als ze slakken zo van, dan was het een heel mooi moment om misschien een keer je gasmasker op te doen. Even kijken, kunnen we hier onderdoor? Het voelt als een soort hele rare Maduro-dam-puzzel. Wauw, dat is een zeer interessant gebouwtje. Jammer dat ik het redelijk ga slopen. Ik weet niet of het heel goed is voor je om te eten, deze troep, maar hey, je moet toch wat. Volgens mij kan ik hem nu omtrekken? Misschien? Kom op, beetje kracht zetten. Jeetje, wat gaat dit langzaam. Maar hey, een koninkrijk naar beneden halen, moet je ook wel iets van moeite voor doen. Vol mijn eigen bakken zo. Oké. Okay. Steal the beautiful miniature golden bell. And take it all the way back home. What? Oké. Okay. Als ik me niet vergis, is dit het einde van de game. Steal the bell. Neem hem helemaal weer mee terug. Dat heb ik eerder laten zien. Je kan gewoon weer terug naar het begin van de game. We moeten met die fucking bel door de hele game heen. Alleen het probleem is, die bel maakt nogal veel geluid. Dus ik gok dat eigenlijk gewoon alle personages tot nu toe achter ons aan gaan rennen. En mogelijkerwijs met een flinke dosis pech ook nog eens die bel gaan afpakken. Ik stel voor om gewoon zoveel mogelijk het kanaal te volgen. Dat werkte de vorige keer best wel goed. Als we gewoon het kanaal in kunnen springen op die plek waar ik die pint heb gedumpt, dan kan ik gewoon weer terug naar het begin, toch? Als ik kan zwemmen met die bel in mijn bek, dat scheelt wel, zeg maar, langs een heleboel mensen moeten lopen. Willen we dit proberen? Weet je wat? Fuck it. Die hele afleidingsmanoeuvre bij de deur werkt nu een stuk minder goed. Dat is wel een beetje een probleem. Iedereen merkt mijn bestaan. Eigenlijk Oh, die gas is weg. Kijk eens aan. Dit is helemaal perfect. Probeer niet eens achter me aan te rennen. Als je het maar... Oh, kut. Dat is mijn bel. Oh, fuck, het is dicht. Ze hebben het dicht gemaakt. Mijn ontsnappingsroute. Oh, we zijn hier alweer. Dus we hebben de hele buren dan overgeslagen. Oh, ze hebben dat dicht gemaakt. Oké. Ze zijn een klein beetje bestand tegen mijn epische cheats. Maar we zijn wel hier alweer. Dus in principe, we maken keiharde meters. Ja. Oh, daar is de buurvrouw. Hallo. Leuk u weer te zien. Hoe gaat het ermee? Oh, fuck. Niet die bel afpakken. Nee, dat is mijn bel eigenlijk. Superleuk verhaal. Het is mijn bel. En als ik hem mee naar huis neem, krijg ik de Nobelprijs. Oké, dit is wel een klein beetje ruk. Slopen. Hartstikke mooi. Ja, mensen hebben ondertussen... Oh, fuck. Oh, dacht het niet. Oké, andere buurman. Heb je toevallig al een keer die schutting gefixt? Oh, waarom heb je dat gedaan? Waarom zou je dat doen? Oh, fuck. Hey, gaat die... Oh, nou... Ze hebben heel even interesse in de bel. En enkele seconden later geloven ze in het bel weer. Sorry, ja. Hè? Oké, we maken meters. Ondertussen heb ik nog wel een heel klein geinig feitje over Duitsland. Duitsland in 2014. Ze hebben namelijk daar overwogen om incest legaal te maken. Dat klinkt gewoon alsof Duitsers gewoon heel graag seks willen hebben met hun broers en zussen. Dat viel in principe wel mee. De reden waarom ze zo enthousiast waren, over het legaliseren van incest is meer dat... Het is meer een soort principe dingetje. Dat incest is in principe meer een soort van, ja, wij vinden dat gewoon, dat het niet hoort. Het is gewoon taboe. Het is niet de bedoeling om seks te hebben met je familie. Maar behalve dat, als je er geen kinderen uitmaakt die helemaal misvormd zijn. Stel, je bent, oh, er zitten wel heel veel mensen achter me aan. Oh, kut. Oh, dit wordt heel kut om die bel niet terug te krijgen. Stel je wil gewoon seks met je broer. Homoseksuele seks met je eigen broer. In principe heeft niemand daar last van. Vinden dat gewoon, ja, dat hoort niet. En om dat dan illegaal te maken, omdat het hoort niet, ja, dat is niet helemaal de bedoeling. Dus puur op basis daarvan heeft Duitsland gezegd van ja, we willen incest legaliseren.
uit een soort principe kwestie. Dat vond ik wel interessant. Trouwens, als ik mij deze game heel goed herinner, zijn wij over enkele redelijke meters daadwerkelijk. Daar zo, ja. Daar hebben we een paar extra rinkeltjes voor de overwinning. Hier nog even onderdoor. We doen eigenlijk nu gewoon de tutorial achterstevoren. We zijn thuis. We did it. We hebben echt al 6 bellen. Dit is niet de eerste keer. Ik begrijp al waarom mensen überhaupt zo'n hekel aan ons hadden. En dat is gewoon de game. Ik heb gewoon het hele kring daadwerkelijk uitgespeeld. Het heeft een stuk langer geduurd dan je aan de lengte van deze video zou zeggen. Ik heb het waarschijnlijk, hopelijk voor jou, helemaal de poep ingeëdit. Misschien dat sommige verhalen er niet helemaal lekker uitkwamen. Ik ben helemaal vergeten om een verhaal te vertellen over de geschiedenis van de draaimolen. Het was in principe gewoon een kruis. Eigenlijk gewoon 2 palen met 4 touwen eraan. Dat is de eerste draaimolen. Dus eigenlijk was de eerste draaimolen meer een zweefmolen, waar gewoon 4 touwen met een knoop erin waar je op gaat zitten. Aan een soort waslijn die je rondjes draait. Nou, leuk om te vertellen. In ieder geval, niet belangrijk. Wat wel belangrijk is, we hebben de game uitgespeeld. Ik moet zeggen, best een leuk spelletje. De artstyle, hartstikke leuk. Alles is best wel schattig, maar voor 20 euro is het wel best een duur spelletje, weet je. De replay value hiervan is niet dat ik denk van, nou, ik ga hem volgende week nog een keer spelen, weet je wel. Ik heb het nu 2 uurtjes gespeeld, waarvan 1 uur redelijk irritant was. En het is wel weer mooi geweest. Mijn leven is klaar zo. In ieder geval, hartelijk bedankt voor het kijken van deze aflevering van de XXL Gameplay. Met volgende week weer hopelijk iets compleet anders. Ik moet wel zeggen, daar hebben nog een hoop mensen meegedaan. En er staat bij de aftiteling onze moeders en vaders. En broertjes en zussen. Incest in Duitsland. Legaliseer het. Ik heb genoten op een bepaald niveau. Het is zeer zeker een unieke game. En dat vind ik leuk om af en toe gewoon iets compleet anders te spelen. Ondanks dat iedereen op YouTube momenteel deze game speelt. Oh. Dat is niet af. Oh, maar dit is wel gewoon de wereld. Ja. Nee, ik vind het wel mooi geweest zo. Ik heb aftiteling gezien. Het is klaar. Even kijken. Doei!